We zaten natuurlijk in het hoekje van het OM. Laten we dat ook meteen whisky er even bij pakken, want die is opgepakt. Ja. Heb je daar nog bepaalde gedachten bij? Ja, daar had ik direct gedachten bij. Ik, had, ik, ik gaf Wesky eigenlijk min of meer automatisch het voordeel van de twijfel. En ik dacht, ik ben benieuwd hoe, hoe het eh, Openbaar Ministerie dat waar gaat maken. Ik heb geen idee. Uh, ja, het, het lijkt me ook, het is natuurlijk een hele ondoorzichtige wereld. Wat is namelijk wat zijn geheimen die je niet mag doorgeven. Hoe ernstig is dat precies? Eh, dat wil je allemaal wel graag weten natuurlijk. Kan het zijn dat zij iets beoordeelde als niet van essentiële betekenis in het strafdossier en daarom misschien wel doorgevenswaardig? Of eh, heeft zij dat verkeerd beoordeeld? Nou, eh, zo zijn er natuurlijk duizend vragen. Ik neem aan dat ze tegelijkertijd niet over één nacht ijs zijn gegaan. Ja. Nou, de journalist die dit heeft uitgezocht, Jelle Tielemann, die zegt onder andere dat ze een laptop zou hebben meegenomen. Die zou ze dan in die gevangenis tegen dat glazen scherm, waar, waar Tarry dan achter zit, aangehouden hebben met bepaalde informatie. Nou, dat vind ik alleen een raar verhaal, want dan is dus is er eigenlijk geen controle bij. Nee, dat zou dus ook niet het geval Van doen. een of andere veldwebel die zegt: ja. hé, hey, hou eens op met je laptop tegen het glas te houden. hè? <laughs> ja. Is toch raar, of niet? Dat vind ik ook raar. Ik vond het ook opvallend toen ik dat hoorde: dat dat überhaupt kan. Want zeker bij zo'n crimineel, denk je toch, die wordt opgepakt. Ja, constant en dat de je bovendien klaarblijkelijk je laptop mee naar binnen kunt nemen, is dat ook niet raar. Ja. Ik bedoel, op mijn laptop staat mijn ganse wereld zo'n beetje. Ja. Nou, daar werd dan een USB-stick in gedaan en op die USB-stuk zou dan informatie staan. Maar dat is toch heel veel onbekend, dit is één topje van de ijsberg. Ja, dus ik vind het een raadselachtige zaak, laat ik het zo zeggen. Dat iemand die zoveel ervaring heeft als Wesky die eigenlijk van het strafrecht haar hoofdbusiness gemaakt heeft, en de verdediging van criminelen haar hoofdbusiness gemaakt heeft, zou ik het heel vreemd vinden dat ze zo'n elementaire fout heeft gemaakt. Maar de NRC beweerde, die ik net heb zitten lezen, dat het al maanden en maanden rondzoomde dat dit er aankwam. Eh, dat het OM die, dat, die, eh, haar verdacht van dit soort van activiteiten. En ze zou onder druk gezet zijn door Tari. Ja, dan vraag je je ook af hoe dat precies. Dat wil je wel graag weten. Ja. Eh? Nou ja, goed, dat uh, lijkt me niet zo lastig. Dit is natuurlijk een topcrimineel. Dus nee, die... maar ik wil dolgraag weten... wat heeft ze dan eigenlijk doorgebriefd? Ja. Eh? Als dat is het feit dat, dat, dat een, een, een nicht van, een, van, van, van uh, Tari heeft gezegd... Uh, uh, mijn jongetje, mijn zoontje wordt gepest op de kleuterschool. Dan uh, kun je dan ook wat aan doen. Ik, ik verzin maar iets willekeurigs. Uh, ja, dan nou, is de vraag: uh, is dat ook uh, essentiële kennis of, of informatie uit het dossier, ja of nee? Het zouden zaken zijn geweest om in ieder geval de business van Tagi door te kunnen zetten. Dus onder andere die drugshandel? Nou ja, dan uh, begint het natuurlijk wel vrij serieus te worden. Maar uiteindelijk zal het openbaar ministerie zal met de billen bloot moeten en moeten uitleggen waarom ze dit gedaan hebben. Het bewijs. En dan hoop ik wel erg voor Wesky dat dit dus niet zes en een half jaar gaat duren, openbaar ministerie. Eh, die eindeloze trage sufheid van Nederlandse administratieve, administratieve processen. Dat, dat hoop ik wel, ja. Ja, en dat zou misschien ook wel iets te maken hebben gehad met die moorden. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Ik kan, het, het is toch een intelligente vrouw die jarenlang ervaring heeft. Ja. Die toch voortdurend zich moet, heeft moeten realiseren: wat, wat, wat is dit voor informatie? Ben ik, ben ik, is, dit, is dit pijnlijk ja of nee? Dus ja, daar zit je als niet-deskundige en niet-OM. Je hebt geen flauw idee hoe het in elkaar zit in feite. Van transparantie is in ieder geval geen sprake. Nee. Want zoals dat gewoonlijk is, het Openbaar Ministerie verstrekt geen informatie over lopende zaken. Dus wij weten niks. Ik kan ook zeggen dat jij vroeg wat waren je gedachten. Mijn eerste gedachte was dat ik Weski graag het voordeel van de twijfel gunde. Ja. En uh, ze is nog steeds de advocaat van Taghi, dat is ook uh, opvallend. Dat ze dus in de gevangenis zit, maar wel nog de advocaat is van... Ja, ze zal natuurlijk niet lang in de gevangenis zitten. Dat is natuurlijk een symbolisch oppakken. En ik, ik zal toch niet met de hand boeien. Uh, het bureau zijn binnengeleid, zal ik maar zeggen. Uh, nogmaals, dat lijkt mij een symbolische daad. Ja. En de kans dat ze, dat ze ontvlucht naar Paraguay lijkt me niet groot. Ik moet overigens wel in de zaak van de Mos dat het OM in hoger beroep gaat. Want als ze nog een klein beetje hun gezicht willen redden. Ja, dan moeten ze wel, dan moeten ze wel een, be een betere zaak hebben dan ze, dan ze hadden, klaarblijkelijk. Ja, maar altijd het uh, commentaar, we gaan het eerst onderzoeken, dat zeggen ze altijd. Maar volgens mij gaan ze uiteindelijk toch in hoger beroep. Lijkt mij wel. Als je het toch zo uh, hoog van de toren hebt geblazen, dan moet je toch wel met iets komen. Ja, nou, ik moet je zeggen, dan keren we weer terug naar weer het probleem dat ik bij, bij de beschrijving van. Uh, het optreden van uh, de Mos in Den Haag in de kranten, altijd dacht, ja zo zal het wel ongeveer in elkaar zitten. En dat is, ja, dat is gedrag wat in ieder geval uh, kan worden beschouwd als scherp aan de wind Zeilen. En dan is het al heel gauw zo dat je iets doet wat eigenlijk uh, niet in de haak is, in, in politiek opzicht. Vandaar dat ik dacht, hij zal het wel gedaan hebben. En aangezien hij de natuurlijke uitstraling heeft van iemand die dat soort van dingen wel zou kunnen doen. Ja, zo zie je, beoordeel je iemand op zijn uiterlijk. En had ik in dit geval dus geen gelijk. Dus in die zin zou ik eigenlijk moeten hopen dat het Openbaar Ministerie in hoge beroep gaat. Ik heb geen idee. Na zo'n rechtelijk oordeel, dan moet je de zaak dus helemaal overnieuw beginnen, toch? Ja. Maar goed, als je echt overtuigd bent van je van jouw punten dat die sterk staan, dan ga je toch nog een de orgaan hoog om te kijken van uh... ja, het blijft er het blijft er ook iets drieënhalf jaar. Ja. Nou ja, ja. we hebben er geen dieper inzicht in dan anderen.